Er valt echt heel veel op aan te merken. En zeker als het gaat om sociale woningbouw. Ja. Dit zijn woningen die zijn 20 jaar sociaal. Sommige van die woningen die zijn ook onder de 30, onder de 30 vierkante meter. Ja. Nou, dat is ook wel een unicum, denk ik. Allemaal hele mooie Engelse woorden, hè? Studio's. Alsof je in een hotel gaat wonen. Ja. Maar ook die studiootjes en zo worden krijgen ook allemaal mooie Engelse titels. Maar het is inderdaad wat Leslie zegt. Het is maar 20 jaar sociaal. Dat vind ik echt schandalig. Want we bouwen of sociaal of niet. Weet je wel, maar dan moet je daar helder in zijn. En wat ik zelf ook problematisch vind, is dat het gewoon hele dure huizen gaan worden. Want in Nederland hebben we natuurlijk maar 3 projectontwikkelaars die eigenlijk zo hoog kunnen bouwen. Dus die kunnen ook gewoon de maximale prijs vragen, zeg maar. En alles wat boven de 100 meter is, dat moet je eigenlijk niet meer willen. Want het is ook niet duurzaam. Nee, waarom is dat niet duurzaam? Nou, omdat het dan inderdaad ook veel te duur is. En we zien natuurlijk ook, we komen nu al in de problemen met die windtoestanden, weet je wel. Dus ik denk, wij hebben ook gewoon tegengestemd. Maar vooral ook omdat we denken dat dat wel een heel gedoe gaat worden met die wind. Ze hebben het zo allemaal. Wat zei Anne Mulder, ik moest daar wel een beetje om lachen. Van ja, we hebben het wat ronder gemaakt. En toen dacht ik, ja, dit is echt wishful thinking. En dan zitten ze net onder het percentage wat dan nog zou mogen, weet je wel. En ik denk, dat gaat natuurlijk niet worden. Dus ik verwacht dat we over een paar jaar het hier weer over gaan hebben. Hoe kan dat nou?